Miljonairs, vermogenden, maar ook gewoon geïnteresseerden. Ze waren allemaal te vinden op de Miljonairs Fair. En of er nou een kredietcrisis is of niet, de zaken gaan gewoon door. Niet iedereen houdt zijn hand op de knip. Potentiële kopers zijn er ook. Bijvoorbeeld van deze spiksplinter nieuwe bolide. Een mooie auto, lijkt het. Verschrikkelijk mooi. En ik pas er precies in. Je wilt er slank voor zijn. Nou, dan past hij precies. Dat is grandioos. Gaat u hem kopen? Nou, misschien. Eerst even sparen. Ja, ik vind hem wel mooi. Ik vind hem wel mooi. Ja. Maar ja, het is nu wel de kredietcrisis. Ja, maar ik rijd nu Jaguar. Kost ook geld. Ja. En dit vind ik verschrikkelijk mooi. Dan moet nog een uurtje langer werken. En dan komen we het misschien wel in orde. Ja. Maar terwijl deze meneer het er nog eens lekker van neemt, slaat de kredietcrisis elders toch diepe wonden. In het Gooi bijvoorbeeld, waar de onzekere tijden dagelijkse gesprekstof zijn. Over de slechte tijden? Ja, best wel veel. Ja. Ja, enorm veel. Elke dag weer. Ja. Heeft het ook met uw werk te maken misschien? Of anders? Ik denk het wel. Best wel een recessie. Ja. Het is wel het gesprek van de dag? Zeker in Laren, ja. Om uit de zorgen te komen is een kleinere auto misschien een optie. Of koop juist wel juwelen, want zo zeggen de juweliers, diamanten zijn tijdloos. Gelukkig zijn er een hoop mensen die zelfs hier komen en zeggen van ik heb zoveel geld verloren de afgelopen tijd. Ik heb gewoon zin om weer eens wat gezelligs te doen. Wij zien op zich ook dat tot 1000 euro er eigenlijk niets aan de hand is. En boven de 10.000 euro verhoudingsgewijs ook weinig. Met name eigenlijk last in de groep tussen 1000 en 5000. Daar is het een stuk moeilijker. Maar gelukkig zijn er ook alternatieven in opkomst. Want wie niet meer kan kopen, kan altijd nog huren. Een zakenjet bijvoorbeeld. Of huur eens een Hummer. En dan kan het ook meteen een maatje groter. Ja, die hebben we ook. De gewone Hummer viel een beetje klein uit. In 2009, dus we dachten we doen er een stukje tussen. Dus nou ja, gewoon helemaal goed. Ja, u houdt zich bezig met verhuur. Dat is natuurlijk ideaal. Ook in deze onzekere tijden, lijkt me. Ja, het is een soort van veredelde taxi. En dat slaat gewoon aan. Mensen vinden het leuk. En naast de Hummers doen we allerhande verlengde voertuigen. En dat vinden ze gewoon helemaal leuk. Welcome to the Millionaire Show. We're black and white. It's all over the place. It's wonderful. You can have a little bit of golf. You can have a little bit of hors d'oeuvre. You can have a little French, you can have a little Dutch. And it's all here. Welcome to the Millionaire Show.